De eerste wedstrijd van jullie ging niet lekker. Nee, een normale uitslag was geweest. Liende, RKVV 0-5, 0-6, 1-7, 1-8. We zijn helemaal ondersteboven gespeeld door een eerste klasse. En het is een schande dat wij nog een punt gehaald hebben. Dus we staan met beide benen op de grond en alle loftuigingen van tevoren, Liende, topklasse. Wij moeten eerst maar eens punten gaan halen en dit was een schande. Dus ik denk dat we tegen een gerenommeerde hoofdklasse spelen die een hoop expertaal voetbal heeft. Maar goed, dat wil niet zeggen dat we de onderdog proeven te zijn. En het is voor ons een goede krachtmeting naar het aankomende seizoen toe. Ja, wat weet je van Liende? Nou, ik heb wel even de trainer van RKV gesproken en ik weet dat het een ploeg is die fysiek speelt. Die gewoon, gewoon heel veel ervaring heeft, heel veel snelheid, kopkracht. Dus goed, het is een complete ploeg met een hoop ervaring erin. En heb jij vanavond de wapenen waarschijnlijk in huis? Nou goed, ik denk dat we wel voor een stuntje kunnen zorgen na afgelopen zaterdag. We hebben een goed gevoel overgehouden van de tweede helft. Ja, de bekertoernooi, daar moet je bij zijn. En daar willen wij volgend jaar weer bij zijn. En die jongens zijn er goed van doordrongen, dus we gaan vandaag wat laten zien.
denk dat we op voorhand natuurlijk een beetje de onderdog zijn. Je bent natuurlijk nieuw in de hoofdklasse van het zaterdagvoetbal. Maar goed, dan speel je tegen Linde, wat natuurlijk een club is die in de top van het zondagvoetbal speelt. Met gewoon vorig jaar een goed seizoen. En met falen in de krant om naar de topklasse te gaan. En als je dan zo'n wedstrijd neerzet, dan denk ik dat je het gewoon als 7-11 dan ontzettend goed doet. Ja, wat had je een beetje ingesteld op Linde? Nou, ik heb wel de trainer van de RKNV gesproken en we wisten wel welk systeem ze speelden. En hoe de formatie was, een beetje waar de poppetjes stonden. Vandaag stonden toch wel poppetjes op de andere plaatsen, maar het spelprincipe bleef hetzelfde. En daar hebben we wel wat aandacht aan besteed. Maar goed, aan de andere kant hebben we ook onze eigen dingen, onze eigen krachten proberen naar voren te houden. We zijn zeer geladen hier naar CSV Apeldoorn gekomen. En het enige wat we misten waren de twee buitenspelers, maar dat is ook niet iets waar we ons achter moeten verschuilen. Apeldoorn heeft heel goed gespeeld, goed verzorgd voetbal. Ik denk dat het voor de neutrale toeschouwer, ondanks de 0-0, een hele leuke wedstrijd geweest is. Mm-hmm. En wij gingen de tweede helft op zoek, met name de eerste 25 minuten met verzorgd voetbal, naar de 1-0. En we hadden een overwicht, maar we creëren te weinig. Daarna kan je hem ook tegenkrijgen. Goede redding van Kevin Moeilijker, bal op de paal. En uiteindelijk in 90 minuten kan Bartels hem erin schieten. Maar ik denk dat het de normale uitslag is. Ja, daar is niks mis mee, maar ik denk dat die voor jullie zwaar teleurstellend is. Ja, eigenlijk horen jullie verder te zijn nu. Nou ja, wij hebben nog 5-6 weken nodig. En dat zullen de mensen thuis denken, 5-6 weken nodig, dat begint toch volgende week. Ja, maar volgende week moeten we er staan. Maar ik denk dat CSV Apeldoorn een goede toekomst tegemoet gaat. Die gaan thuis veel punten pakken. En wij hebben echt nog wel een tijdje nodig. Zie ik het nog even niet. We hebben de 5 fantastische oefenwedstrijden gespeeld. En dat is klap op de vuurpijl dat we tegen Reden of tegen Gremert speelden. Die werd vorig jaar op 1 goal na geen kampioen. Ze speelden zo fantastisch voetbal. Het is er eventjes niet. Hij gaat op de overwinning en dat was CSV Apeldoorn. Met name de omschakeling kwam een paar keer goed door. Een keer een bal vanaf de zijkant, volgens mij, dat Jasper en Mark Vennenbummer gaf. Die net onder hem kwam, dat hij niet binnen kon schieten. Die actie van Joost op de paal. Zo waren er nog wat momenten dat je net in de eindfase dan de bezetting niet goed had. Maar goed, ik denk dat je toch 4-5 op de hand kon tellen wat de mogelijkheden waren. Ja. Was dat nou de sterkte van jullie of viel Linde jou ook een beetje tegen? Nou, ik ben heel eerlijk dat ik natuurlijk van Linde wel wat meer verwacht had. Ik had verwacht dat we wat meer achterover werden gedrukt. Maar goed, aan de andere kant hebben we wel geprobeerd en getracht om druk te zetten op de bal. En met name dat is wel iets wat ik heel graag wil. En een groei in zit. En 5 september moet je te staan. En Barneveld is een ploeg die ook fysiek speelt. Linde is een ploeg die fysiek speelt. En ik ben heel eerlijk, ik was er een beetje bang voor. Hoe mijn ploeg daar tegenover stond. Maar ik heb vandaag hele goede dingen gezien. Ik heb duels gezien. Ik heb doordekken gezien. Ik heb overtrainingen gezien. Dat heb ik wel eens gemist bij deze club. Dus je bent het langzamerhand, heb je ook het gevoel dat het aan het groeien is naar de start van die competitie? Want dat is toch uiteindelijk het doel? Natuurlijk. Kijk, 5 stemmen moet tegen Stappers uit en dat is de eerste wedstrijd. En ik verwacht fysieke ploegen in Noord. En als ik dan Linde zit, dan heb je een fysieke ploeg. En als ik dan zie dat wij lange ballen in de lucht centraal heel veel winnen, dat we op het middenveld er wel eens winnen, dan denk ik van, er zit groei in. Dan zijn er niet. Maar goed, het gaat erom dat we een ontwikkeling maken en dat is belangrijk. Gelukkig ben je er niet in. Zou we geen wedstrijden meer te spelen? Nee, dan had ik ook niks meer te doen.